zetten daar straks dit project als voorbeeld voor Vlaanderen. Kan u dat misschien eventjes toelichten? Gewoon, wij zitten vandaag in Vlaanderen en bij uitbreiding in heel België met een probleem. We hebben te weinig ondernemers. We stellen vast dat Vlamingen dat niet meer willen doen. Dat soort van risico's lopen, dat soort van hard werken. Aan de andere kant hebben we dus hier heel wat allochtonen zitten. Ook in Vlaanderen, ook in België, die dat ondernemen nog in de genen hebben zitten, in het bloed hebben zitten. En we moeten nu zorgen dat die mensen dat wat ze van nature uit in zich hebben ook daadwerkelijk omzetten in het starten van een zaak. En Stebo helpt dus met die opleidingen samen met de andere partners dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. Allochtone ondernemers eigenlijk hier van start laten gaan in Vlaanderen. U sprak daar straks ook van samenwerking met collega's, ministers. Hoe ziet u dat? Vooral met de collega verantwoordelijk voor werk, Frank van den Broeke. Dat is de verantwoordelijke minister voor de VDAB. En dat is ook een van de partners hier in dit project. Zij zorgen voor eigenlijk de eerste opleidingen die nieuwkomers krijgen. Mensen die vanuit het buitenland naar hier komen en die hier een toekomst gaan uitbouwen. Dus bij de VDAB moeten die mensen altijd passeren. Zorgen dat daar ook al de mogelijkheid wordt aangeboden aan die mensen van u kunt hier een opleiding krijgen tot zelfstandig ondernemer. En dan bij Patricia Sijsens, de minister van Economie en Ondernemen. Achteraf als die mensen dat inburgeringstraject hebben doorlopen, zorgen dat willen zij zich verder bekwamen, verder perfectioneren als zelfstandig ondernemer, dat dat ook kan gebeuren via Sintra, via Vlao en andere instanties. U stelt ook serieuze financiële tussenkomst in het vooruitzicht? Juist, koken kost geld. Stebo heeft tot nog toe €67.000 gekregen voor dit project. Is dan ook verplicht om daar resultaten mee te boeken. Daar slagen zij tot dusver heel goed in. Ik wil ook nog eens in totaal €135.000 op tafel leggen voor de komende 2 jaar. Precies weer met diezelfde ambitie. Misschien het project hier en daar nog wat verbeteren, verfijnen. Maar tezelfde tijd ook zorgen dat dus allochtone medeburgers inderdaad overgaan tot de start van een eigen zaak. Zodat die mensen zorgen voor hun eigen tewerkstelling, maar op termijn ook andere mensen aan werk helpen. Maatschappelijk is dat perfect. Ik had de indruk dat u onder de indruk was van de taalgebruik van de migranten of de allochtonen die hier vandaag het woord gevoerd hebben. Ja, ik was in die zin onder de indruk. Dit is voor mij een heel harde week geweest. In verband met de burgemeestersbenoemingen in Kraaijnum, in Linkebeek en in Wezenbeek-Oppum. Het feit dat een aantal mensen weigeren om het Nederlands te gebruiken, ook als officiële gezagsdrager. En als je dan ziet dat hier een mevrouw die nog maar 3 maanden in dit land is, nog maar 3 maanden bezig is met de cursus en die wat zich zeer goed uitdrukte in het Nederlands, zelfs in complexe bewoordingen bepaalde dingen wist te verduidelijken, dan zeg ik, dit is een voorbeeld, daar heb ik dan heel veel respect voor. U bent bedankt, meneer minister.